Tegen personen die zich schuldig maken aan het overtreden van de valutawet zal stringent worden opgetreden. Dit maken de ministers van Handel, Industrie en Toerisme en Justitie en Politie bekend. De ministeries benadrukken dat de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren is afgekondigd in het Staatsblad en dat een ieder verplicht is zich aan de wet te houden. Wie zich dus langs de openbare weg schuldig maakt aan het illegaal verhandelen van vreemde valuta, zal worden vervolgd. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om bij constatering van onregelmatigheden dat te melden en het op het verkorte nummer van de Economische Controledienst, dat is 1940.